Hi guys, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een DIY voor jullie. Iets anders dan bullet journal deze keer, namelijk een penpal letter. Oftewel een soort van kaartje en dit keer een verjaardagthema. Ik moet even zeggen, ik heb dit een half jaar geleden opgenomen en nooit online gezet. Omdat ik toen niet echt het publiek had voor DIY's. Maar nu allemaal bullet journal kijkers heb, denk ik, ja, nu vinden jullie het vast leuk. Ik vind het zelf namelijk echt heel erg leuk geworden. Alleen ik had hem dus gewoon nooit geëdit en online gezet. Maar vandaar dat ik nog mijn pony heb. Dat zie je soms een beetje. En ik heb niet echt helemaal de handige angle gevonden voor het laten zien van een DIY. Misschien is het in het begin een beetje vervelend kijken, maar je bent er denk ik wel aan. Voordat ik ga beginnen wil ik jullie nog even vragen om alvast een duimpje omhoog te doen en te abonneren hieronder. Veel plezier met kijken. Voordat ik echt begin aan het kaartje, kies ik een paar plaatjes uit. De meeste hiervan heb ik uit het tijdschrift The Flow geknipt of uit The Happiness of uitgeprint van Pinterest. En sommige heb ik uit het Flow boek voor paper lovers. Dan kijk ik welke kleur papier er mooi bij past en dan kies ik blauw. Het moet een beetje stevig papier zijn. En hier ga ik de afmetingen op aftekenen. Ik weet niet meer precies wat ik heb gebruikt, maar ik heb in ieder geval een soort kruis gebruikt. Dat je het kunt inklappen en uitvouwen en zo, het kaartje. In plaats van gewoon dubbelzijdig of enkelzijdig. Beetje saai was dat, dus ik dacht, weet je, we doen het leuk. Met dit papier met streepjes erop maak ik twee soort van zakjes aan de zijkant. Ja, zakjes is misschien geen goed woord, maar hier kunnen dingetjes ingeschoven worden. En deze plak ik vast met grijze washtape, want dat past goed bij het papier. Op het linker flapje plak ik een paar plaatjes van vrouwelijke denkers die ik dus tegenkwam in de Flow. En het meisje waarvoor ik deze verjaardagskaart heb gemaakt is ook wel een vrouwelijke denker, vind ik. Misschien niet helemaal zoals deze, maar in ieder geval vond ik het wel leuk bij haar passen. Dus die heb ik erbij geplakt met gewoon de geboortedata of de sterfdata van die ik dus vond in het tijdschrift erbij. En het ziet er gewoon wel leuk uit. Het hoeft niet per se echt van belang te zijn. En ik heb twee roze plantjes. Of nou ja, de plantjes zijn niet roze, maar het is op roze papier gevonden die ik wilde gebruiken. En die knip ik uit. Ik heb ook op geel papier een soort van schets gemaakt van hier komt een foto, hier komt het stukje tekst. En die heb ik erbij geplakt van dat ik in mijn hoofd het idee had en wist hoe het eruit zou komen te zien ongeveer. En op een roze papier met lijntjes dat ook in de Flow stond geloof ik, schrijf ik de tekst. Een heel lang verhaal over hoe lief en geweldig ze is en het fijne verjaardag en dat soort dingen. En met zo'n knip heb ik die soort van vastgemaakt. Althans, het is een plaatje van een knip, maar eigenlijk is het gewoon dus geen echte, maar een plaatje. En ik plak er een plaatje van Bergen bij, want ze ging die vakantie met vrienden naar Zweden, naar de bergen. En daar heb ik dus ook over geschreven en een leuk plaatje bij gepakt. En erbij geschreven, Zweden, yes. En ik heb een foto van ons twee uitgeknipt en die op de rechter bladzijde flap dingetje geplakt, samen met een van de plantjes. En daaronder wilde ik nog een patroontjespapier doen. Dus ik ging zoeken in het Flowbook voor paper lovers, maar daar vond ik niks. En toen dacht ik, hey, ik heb een wiskundeschrift, dat ga ik gewoon gebruiken, dat vind ik wel leuk. En past ook wel bij het soort van geometrische ding met streepjes en blauw en goed verhaal. Met een paar washi-tapies erbij wordt het natuurlijk hartstikke gezellig. En ik schrijf erbij liefst even, want ze moet wel weten dat het van mij is. Ik denk dat ze dat niet ziet aan de foto, maar you know. Met een touwtje en washi tape maak ik een slingertje, omdat het natuurlijk een verjaardagskaartje is. En dit is heel simpel en leuk. En ik doe met roze en zilver, want dat komt dus verder ook terug in de kaart. Daar moet je goed op letten, guys. Dat is leuk als kleuren terugkomen, weet je wel. En daaronder schrijf ik happy birthday, want het is een verjaardagskaart. En ik vond dat wel er leuk bij passen. Natuurlijk, dat moet ook op een verjaardagskaart. Ik weet even niet meer zeker of ik dat nou ook in de tekst heb geschreven. Maar in ieder geval met zilver, want dat komt terug. Ja, hè? En in een tweede het gleufje. Nee, dat vind ik echt een heel vies woord. Dat kan ik niet gebruiken, maar zakje ook. Ik doe daar een sticker in. En in de andere doe ik een leuk plaatje die ik er wel heel schattig bij vond vinden van de passen bij Zweden. Ja, wauw, dit is echt top. Deze voice-over. En ik plak er allemaal zilveren sterretjes op om het nog even wat drukker en leuker en gezelliger te maken. Want hoeveel mogelijk erop past, dat is leuk. Wat? Volproppen die handel dus. En omdat het juist heel leuk is als het heel vol is, wil ik op het onderste flapje nog wat meer doen. En ik wilde wat tekenen en ik heb een taartje getekend en ballonnetjes, want dat paste bij verjaardag. En daarna ingekleurd met stabilo stiften, maar ik vond het echt heel lelijk geworden. Oh, wacht. Ik mocht niet meer negatief over mezelf zijn. Echt thanks voor die lieve reacties trouwens. Onder mijn bullet journal video van laatst. Maar ik was er gewoon niet tevreden over. Dus ik heb gewoon een plaatje van een hond overheen geplakt. Op de voorkant van het kaartje, oftewel een soort van de buitenkant, de envelop, plak ik nog een leuke bloem met tekst voor Hannah. Because that's my girl's name. Kijk trouwens even die rotzooi hiernaast. Zo ziet mijn bureau eruit na het maken van een kaartje of een bullet journal.
En om hem dicht te plakken gebruik ik ten eerste een washi-tapeje en een soort stempelding van de HEMA. Je steekt iets aan en dan druppelt het en dan kun je erin stampelen en dan heb je een mooie stempel. En dan blijft het goed zitten, als het goed is, of niet? Huh? Nee, dat vind ik niet eerlijk. Uiteindelijk is het goed gekomen. Dit kaartje heb ik voor een vriendin van mij gemaakt toen ze 17 werd. Ik heb in deze periode meerdere van dit soort kaartjes. Piet! Onze haan heet Piet, vandaar. Ja. Ik heb in deze periode meerdere van dit soort kaartjes gemaakt. En ik vond ze zelf super leuk, maar het kostte zoveel tijd. Dus ik doe het nu niet zo vaak meer. Maar het is echt super leuk en ik vind het gewoon heel, heel, heel erg leuk. Maar het kost veel tijd, maar het is wel heel leuk. Yes, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!